Goedemorgen inwoners van de gemeente Land van Kuik. Ik ben Rianne Willems. Ik ben coördinator informele zorg bij Pantijn op de locatie Castella en de Schittering in Haps en Kuik. Toen ik hier kwam werken dacht ik, wat kan ik voor onze bewoners betekenen op het gebied van genieten. Buiten het feit dat we veel activiteiten in ons zorgcentrum aanbieden, dacht ik, goh, waar kan ik ze blij mee maken met een oude herinnering? En dat is een dubbel woord, oud en herinnering. Maar ik zat aan te denken, wat hebben ze vroeger aan sport gedaan of aan hobby? Of vrijwilligerswerk. Ik ken een bewoner die helaas inmiddels is overleden, die 40 jaar vrijwilliger is geweest bij een voetbalclub. Ik had gehoopt hem nog een keer mee te kunnen nemen naar een voetbalwedstrijd. Helaas kan dat niet meer zo zijn. Dus probeer ik andere bewoners blij te maken met een oude herinnering. En we staan hier bij Bergamo, de manege in Heijen. En die wilde graag meewerken aan het blij maken van bewoners die affiniteit hebben met paarden. Dus bewoners die zelf paarden hebben gehad vroeger of paard hebben gereden, mogen vandaag bij Bergamo meekijken in de stallen en met een huifkartocht op pad gaan. Dus zo probeer ik onze bewoners blij te maken met een oude herinnering. En ik hoop dat ik er nog veel mag vervullen. En natuurlijk doe ik dat samen met negen. En naast mij staat Luc. En Luc heeft mij geholpen met het uitzoeken van een club, een vereniging die onze wens in vervulling zou kunnen laten gaan. En ik hoop dat ik nog lang gebruik mag maken van contacten met negen. Zodat zij mij kunnen ondersteunen in het vinden van verenigingen en clubs die onze wensen van de bewoners waar kunnen maken. Dus ik geef nu het woord even aan Luc. Nou, als negen zijn wij hartstikke blij dat wij samen in ieder geval met Pantijn de handen in één hebben geslagen om dit soort initiatieven van de grond te krijgen. Als beweegmakelaar zorg ik ervoor dat de verschillende soorten doelgroepen, in dit geval ook de kwetsbare doelgroepen, recht hebben op beweging. Dus ze samen in beweging kunnen komen. Ik ben blij dat wij samen dit hebben kunnen opzetten. We hopen in de toekomst ook dat nog meer zorgverleners ons weten te vinden, zodat wij weer de verbindende schakel en factor kunnen zijn voor die verschillende doelgroepen om die verder in beweging te brengen. We zijn in ieder geval hartstikke blij en fijn dat we dit samen hebben kunnen doen. En we hopen in de toekomst jullie nog te kunnen voorzien voor meer mooie beweeginitiatieven. En daar staan wij als negen zelf ook voor. Ik ben wel heel benieuwd wat jullie met paarden hebben gehad. Hebben jullie zelf gereden of hebben jullie ze verzorgd of hebben jullie ze thuis gehad? Dus wie weet komt dat dadelijk nog wel te sprake. Ton heeft ervaring hier bij Bergamo met paarden. Nou, de bedoeling is dat Thomas jullie dadelijk rond gaat leiden hier op de manege. Dan krijgen jullie een lunch en daarna komt de huifkar. En de huifkar die is speciaal voor rolstoelen en die is verwarmd, heb ik gehoord. Dus daar gaan jullie een tocht mee maken. En daarna worden jullie weer opgehaald door de taxi en naar jullie naar de Schittering of naar Castella weer gebracht. Dus ik hoop dat jullie een ontzettende leuke dag hebben en dat jullie deze mooie herinnering nog even van na kunnen genieten. Heel even een vraagje, Toos, wat had jij met paarden vroeger? Ik niks, maar die jongens waren. En dat is een zoon van jou, hè? Leon, wat had jij met paarden vroeger? Ik ben opgegroeid met paarden, ook bij paarden. En reed je ook? Ja, tot in 18. Maar ook verzorgen dus? Ja, wedstrijden, alles. Ja? Dus je hebt zelf, jullie hebben in de paarden gezeten, privé? Gewoon niet. Oh, wauw. En Ton, jij, wat heb jij hier gedaan? Hetzelfde. Maar heb je ook zelf gereden? Ja, zelf gereden. Ja. En weet je nog hoe het paard heet? Ja, ik weet niet hoe het paard heet. Nee, maar? Ik heb er één gehad, dat was Mozart. Ja. Ik moest over de bal springen. Ja. En ik ging net voor de balletje die stoppen. En? Ja, ik maakte een salto. Maar u bent wel over de balletje, ja. Ja. U bent wel. Moet je maar eens even opzoeken welk paard het was. En hoe vind je het om hier weer te zijn, op je oude stek? Ja. Groot. Ja? Ja. Oh, nou. Heel groot. Ik hoop dat je een hele leuke dag hebt. Ja, kom goed. Mevrouw, wat had u met paarden? Nou, ik heb zelf gereden. Echt waar? En hoe lang heeft u gereden? Nou, een jaar of vijf. En ook wedstrijden? Een beetje. En hoe heet u jouw paard, Pieter?
Odinette. Ja. Odinette, mooie Odinette. Naam, hè? Odinette. En had u ook zo'n pakje dan aan met wedstrijden? Ja. Oké. En wat vindt u ervan dat u nu hier bent? Mooi. Ja? Nou, ik hoop dat het een leuke dag wordt. De ogen gingen helemaal stralen toen ze hoorden dat we naar de paden gingen. Hè, nou, Pieta? Wat fijn. Ja. Oh. En meneer, wat heeft u met paden gehad? In de vereniging. In Haps, bij de vereniging in Haps. Ja. Oh. In bestuur heeft Jan al het gezeten. In bestuur. En de gokdag was ook al, dus zat Jan ook al. Oké. En heeft u ook gereden? Heeft u ook paard gereden zelf? Ja. Ja? Nee. Commanderen. Oh, commanderen. Die wel met Jan altijd met zijn fietspaard en dan mannen. Oh, mannen. Ja, ik kon het ook wel een mooi rondrijden. Dus dat wordt een prachtige dag. Ik weet wel dat die paard heeft gereden. Ja? 25 jaar. Ja. Oh, wauw. En hij wou ook heel graag meehelpen. Ja, daarom ook. De kooi behoeft een beetje in stijl hier naartoe. Ik denk dat we zometeen maar eerst lekker een rondje gaan lopen. Dat we eens even gaan kijken van hoe ziet het eruit, welke paarden zijn er allemaal. En dan vraag ik het ook even voor de kunnen eten. Ja? Kom maar, dan gaan we weer deze kant op. Ik wil vast te eten en ik wil er net aan. Ik ging zo op de kop aan de nek van het paard. En ik doe het vast. Maar het paard moet bij het eten gaan volgen kruising met het Fries. En dat zien we daar. Hij is al heel nieuwsgierig. Hij heeft de vlemen, hè. Ja. Als de paarden gewoon uit de stal komen, mag ik zo vaaien, hoor. Kom maar, die bollen maaien, ja. Zullen we een hoekje eten? Nee. Niet bang. Ja, Bolt is Och, wat mooi. Gaat u uw hoofd blikken? Nee, het is niet. Ik heb een heel veel schade. Kunnen we daar ook wel zien wat het bedreigde diersoort en wij hebben er genoeg hier. Zo. Ja. Ik ben boerderij ook best. Dat wel. Allemaal. Ja. Ja. Dit is Bolt, ja. Bolt is geloof ik al een jaar of 16 of 18 misschien of zo. Toen ik hier begon met werken was Bolt zeg maar dat hij net ingereden begon te worden. Dus ik weet het niet beter dan dat Bolt hier meedraait. Toen ik hier begon, begon Bolt ook. Ja. En met elkaar zo gaan. Ja, deze gaat meer, ja. Maar de andere paard weet ik nog niet, dat hoor ik zo meteen. Maar Bolt die vindt het wel zin. Goed je dingetje. Ah, hij moet ook wel, hij moet daar hard werken. Je bent allemaal helemaal niet van, hè? Nee. Ja, je kunt hier makkelijk wegkomen met paarden.